Hallo allemaal. Ik wou dus wachten met het filmen van een nieuwe vlog totdat ik de uitslag van Bepter bloedprikken had. Want dat hebben we vorige week dinsdag laten doen. Maar inmiddels zijn we dus echt gewoon ruim een week verder en ik weet het nog steeds niet. Dus heel irritant ook, want ik wil het gewoon echt wel weten. Want dan kunnen we ook door en dan weet ik ook hoe het met Bep staat. Maar goed, in ieder geval, ik heb het nog niet. Dus ik dacht, oh deze wind, het waait echt mega hard. Dus ik hoop dat ik verstaanbaar ben. Maar in ieder geval, ik heb het niet. Dus ik laat het maar even zitten. En ja, ik neem in ieder geval vanochtend lekker mee naar de stad. Ga lekker wandelen met Bep. Maar waarom die bloeduitslagen dus zo belangrijk zijn, is ik heb afgelopen week heb ik me helemaal verdiept in wat Bep allemaal voor eten krijgt. En hoeveel ze binnenkrijgt. Want haar mineralen was een beetje een grote disbalans van. Wat is ze wind. Oh, ik heb er zo geen zin in. Maar haar mineralen waren gewoon niet in balans. Had van een aantal te veel, van een aantal te weinig. Dus ik heb gewoon de hele voer nagerekend en gekeken van goh, hoeveel krijgen ze nou in principe binnen? En is dat genoeg? Is dat te veel, te weinig? Bla bla bla. En ja, kan ik daar iets aan veranderen? Dus ik zal het zo allemaal aan jullie laten zien. Want dat kan je dus zelf berekenen. Is echt wel heel erg interessant. Het is, een vriendin van me kwam hier mee. Maar technisch gezien wist ik dit al. Omdat ik natuurlijk diergeneeskunde heb gestudeerd. En daar hebben we dit gewoon gehad. Alleen ik was het helemaal vergeten. Maar goed, in ieder geval dat is voor zo direct. Ik ga nu eerst lekker op de fiets stappen. Tegenwind, denk ik. Geen idee. Maar ik heb een e-bike, dus ik mag me echt niet aanstellen. Maar eerst lekker naar stal toe en even wandelen met Bep. En ik hoop gewoon oprecht dat die resultaten vanmiddag binnenkomen. Want ik wil het gewoon weten. En ik wil weten of wat ik nu heb gedaan nut heeft. Maar goed, hè, niks aan te doen. Oh mijn god, jongens. Ik stap op de fiets en het begint gewoon net te hagelen. Oh, waarom heb ik dit nou weer? Gadver, ik haat de winter. Nou, ik heb de barre fietstocht overleefd. Of het wordt bijna mijn fiets afgeblazen. Maar goed. Ik ben er. Pepsi. Pepsi. Hallo, Pepsi. Snikken. Ah nee, het is wel op. Ga je mee? Ga je weer aan de wandel, schat? Ben je een beetje schoon? Hi, liefie. Hoor, meid. Ga weer eens lekker stappen. Wat een wind, meid. Niet te doen. Een van de grootste nadelen van bij ons op stal is ook echt wel dat het er niet normaal hard waait altijd. Omdat het natuurlijk heel groot is en heel open. Ja, goed zo meisjes, zijn er bijna. Wat zo groot is en zo open, heeft die wind helemaal vrij spel. Dat heb ik ook er wel. Goed zo meisje. Kom maar. Oh, wat een tempo. Ze is gisteren trouwens wel eindelijk weer naar de smid geweest. Was ik wel heel hard nodig. Ik let er ook niet erg tegenaan. Dat was ik wel echt heel hard nodig. Ja. Dus ze heeft nu nieuwe schoentjes. En dan ga ik... Oeh! Waarom je dus niet achteruit moet lopen terwijl je aan het filmen bent. Ik knalde hier vol tegenaan. Maakt niet uit. En door. Nee, maar zeven nieuwe schoentjes. Gisteren was het trouwens lekker vrij. Ik rij nu ongeveer 2 dagen achter elkaar telkens en dan 1 dagje vrij. Dan moet ik dus wel nog eventjes rustig aan met haar wat doen. Oké, ik ga stilstaan, want dit gaat ruim mis. Nee, ik kon nog even rustig aan een beetje met haar doen. Omdat ik dus ook nog niet die bloedtestslagen terug heb. En ja, het is natuurlijk allemaal gewoon even gecompenseerd. Maar na 2 dagen rij. Ga ik vanavond weer lekker binnen rijden. We zijn vorige week ook alweer het bos in geweest. Dat ging ook heel goed. En ze doet het eigenlijk nog steeds. Ze doet het eigenlijk nog steeds. Wat een drama deze wind. Oh, wordt bijna weggewaaid. Waar ben je, Bep? Nog een klein stukje, schat? Dan gaan we eten. Oh, vreselijk. Nou, meid, snel je huis in. Dan kan je de wind uit. Kom maar. Mami, kom. Huisje. Ja, goed zo. Nee, oh. Puppy, je raakt afgeleid. Kom maar. Oeh, die voorplek, jongens. Zo mooi. Ja, snel uit de wind, schat. Stukken beter dit. Ik zie dus net dat mijn hooi zacht is.
irritant. Hij is hier gescheurd. Dus dat wordt achter de naaimachine gaan zitten. Want ik heb hem wel. Oh, iPad. Ik heb hem wel nodig. Innerlijk weer. Nou, het is van water heeft Peppa gehad. Dus alleen wat hooi. Want ze krijgen natuurlijk tegenwoordig niet meer van stal hooi. Maar mijn eigen hooi. Want dat is beter. Maar goed, in ieder geval. Ik heb dus berekend dat zij 4,5 kilometer per dag zou mogen. En dan ben ik langs de Action geweest. Uiteraard Action. En dan heb ik zo'n heel handig koffermeetweegdingetje gekocht. Maar ik vraag me dus echt heel sterk af hoe goed deze nou werkt en hoe precies die is. Dus als ik eerlijk ben, dan doe ik het nog steeds allemaal op gevoel. Maar hè, ongeveer wat ik dacht wat moest, was wel wat overeen zou komen met 4,5 kilo per dag. Dus hè, goed genoeg. Nou, deze hoor je ook nog lekker mee naar huis. En dan zie ik jou vanavond naar Bubsy. Ja, eet smakelijk. Oeh, lekker windje. Tot vanavond, meid. Dat gekwel van erdoor bij. Oh, heerlijk beest ben je ook, Pep. Nou, ik ben weer thuis hoor, jongens. Sorry trouwens voor mijn eindeloze geklaag over regen, wind, weet ik wel maar wat. Maar ik en de winter zijn gewoon geen vrienden. Gewoon echt niet. Nooit geweest, gaan we ook nooit worden. En ja, ik ben al helemaal Nederlands. Ik klaag gewoon veel. Maar goed, ik ben thuis. En ik wil jullie toch nog even heel snel laten zien hoe je nou zo'n rantsoenberekening kan doen. Omdat ik denk dat de meeste paardeneigenaren, net zoals ik zijn, en zoiets hebben van... Joe, geef maar wat hooi, geef maar wat biks, geef maar wat muesli, geef maar wat wortels, weet ik veel wat. En je merkt vanzelf wel of het te veel of te weinig is of wat dan ook. Maar soms kan het dus echt best wel handig zijn om wel te berekenen hoeveel je paard nodig heeft van, nou ja, qua energie, qua eiwit, qua vitamines. Hebben ze wel genoeg? Krijgen ze niet te weinig? En dus ook qua mineralen. En omdat bij Beb dus die mineralen nu zo uit balans waren, dacht ik, ze is al wat ouder. En in principe kunnen paarden heel veel zelf natuurlijk compenseren hoor, daar niet van. Maar ze is al wat ouder en ze was natuurlijk niet helemaal lekker. Dus waarom niet gewoon een keertje alles wel goed doorrekenen en goed kijken. En kijken of dat wel helemaal goed zit en weet ik veel wat. Dus vandaar dat ik het dus ben gaan berekenen voor Peppy. Maar goed, nou denk je misschien, klinkt heel ingewikkeld. Hoe kan je nou berekenen hoeveel voer een paard nodig heeft? Maar het is eigenlijk hetzelfde als bij mensen. Mensen hebben ook zoveel kilocalorieën nodig. En als je wat meer doet, heb je meer nodig. Doe je minder, heb je minder nodig. En er is dus een, ik denk dat het een bedrijf is. Ik weet het niet. Het heet CVB Diervoeding. Die heeft dat dus een heel boekje van gemaakt. Met alle waardes van hoeveel doet je paard en hoeveel heeft hij dan nou nodig. Dus ik zal het gewoon even nu aan jullie laten zien. Kijk. Het is dus eigenlijk heel simpel. Je googelt gewoon naar CVB boekje paard. Dat heb ik gedaan. En dan krijg je dit boekje. En dit is dus een boekje. En daar staat alles helemaal ook uitgelegd in. Van hoe kan je nou berekenen hoeveel voer je paard in godsnaam nodig heeft. Zodat je een keer kan kijken, is wat ik doe met mijn ik doe maar wat wel goed. En krijgen ze dan wel alles binnen. Even kijken, maar het begin, ja, het is gewoon heel veel tekst. Maar het belangrijkste, hier bijvoorbeeld. Energie en eiwitbehoefte voor onderhoud. Als een paard natuurlijk niks doet, dan heb je alsnog wij ook. Ook al doe je niks, je hebt alsnog energie nodig. Omdat je lijf continu bezig is met allerlei processen. En dat moet je binnenkrijgen. Nou, je hebt eigenlijk heel veel moeilijke termen, ja. Maar heel simpel gezegd, deze is het belangrijkste, de EWPA. En dat houdt gewoon in hoeveel energie. Dus dit is een beetje, kan je zien als hoeveel kilocalorieën een paard per dag moet. En het enige wat je moet weten is, nou ja, geslacht, maar dat weten we allemaal heel makkelijk. Maar het gewicht zou je een beetje moeten kunnen inschatten. Ik zat daar trouwens met Bepech totaal naast. Ik dacht dat paard altijd 500 kilo was ruim. Blijkt ze net over de 400 te zijn, maar goed. Voor Beppie dus was een merrie van 400 kilo. En die heeft dan per dag alleen voor onderhoud 3,49 EWPA nodig. Ik weet trouwens niet waar het voor staat, maar in ieder geval energie. En waar je verder ook naar kijkt is hoeveel eiwit ze nodig hebben. En dat is natuurlijk weer heel belangrijk voor spieren, weet ik veel wat. Nou ja, maakt het allemaal niet uit. Maar in ieder geval, je energie en je eiwit zijn over het algemeen het belangrijkste. En die kan je dan hier ook uithalen. En voor Beb was die dus 2,70. Want trouwens ook nog belangrijk, Beb is een koudbloedpaard. En warmbloedpaarden, die hebben altijd net wat meer nodig. Dus daar moet je ook nog even op letten. Maar hier heb ik dus naar Beb naar gekeken. Vervolgens hebben ze ook zo'n tabelletje voor de mineralen. En deze vond ik dus bij Beb heel belangrijk. Want haar calcium was te hoog, haar fosfaat was te laag, haar magnesium was te hoog en haar kalium was te hoog. En haar natrium en chloor waren volgens mij wel goed. Dus vooral deze heb ik heel erg naar gekeken. Van hoeveel heeft ze nou nodig en hoeveel zit er in mijn voeding. Maar we hebben het nu dus eigenlijk alleen nog maar eventjes over hoeveel heeft een paard nou nodig. En ook handig, de vitamines. Die heb ik ook even bekeken.
Even kijken. Maar als je dan naar beneden scrolt, dan zie je hier, heb je een tabelletje met hoeveel energie... Sorry hoor jongens, ik ben nog steeds het aan het hoesten. Hoeveel energie een paard dan nodig heeft als hij ook beweegt en hoeveel eiwit. En dat tel je dan dus op bij die standaard onderhoudsbehoefte bij het tabelletje van net. En dan weet je eigenlijk basically hoeveel je paard nodig zou moeten hebben elke dag. Dus voor Beb heb ik dat uit dit tabelletje gehad. En Beb doet een half uur per dag maar wat. Dus die mocht de helft van dit erbij. En deze tabel mogen ze er sowieso bij. En als je dat dan bij elkaar optelt. Ik heb trouwens uiteindelijk alles maar eventjes in een Excel bestandje gezet. Want je moet best wel wat gaan rekenen. En ik heb het eerst met de hand gedaan. Maar dan ben je de hele tijd bezig met in een rekenmachine intikken en zo. Dat ik dacht, laat ik Excel dit voor mij fixen. Maar goed, dat is dus het hele verhaal van hoeveel heeft mijn paard nou nodig. Maar wat het leuke is van dit hele boekje, is wat je kan doen, is op de zak van je voer kijken. Van goh, hoeveel zou mijn paard... Even naar beneden scrollen hoor. Van goh, hoeveel zou mijn paard nou nodig hebben? Of hoeveel zit er in mijn voer en hoeveel krijgt hij ervan? En dan berekenen, komt het overeen met wat hij zou moeten krijgen. En je kan bijvoorbeeld ook een hele hoop ruiterbedrijven, stallen, manesjes, die doen dat. Die laten dus het kuil of het hooi testen op hoeveel voeding daar nou in zit. Dus je zou dat kunnen opvragen aan je stal-eigenaar, weet ik wat. Maar dit boekje heeft dus ook allemaal tabellen. Het is nogal een lang boekje. Ja, tabellen met voermiddelen voor paarden. En dat vond ik dus juist zo leuk. Want hier zo kan je dan dus ook kijken hoeveel voeding er in jouw hooi zit. Of in jouw kuil, gemiddeld zeg maar. Dus dan heb je hier vers gras. En dan zou je kunnen zeggen, goh, hoeveel moet ik nou hebben? Of kuil. En nog meer kuil. En ook hooi, grashooi, grashooi. En ze hebben dat naast hooi en kuil, hebben ze dat ook voor heel veel droge voedermiddelen. Dus bietenpulp, gerst, van alles, allemaal brokken. Dus mocht je nou niet weten wat voor bikster wordt gevoerd of wat dan ook, dan kan je het gewoon uit deze tabel halen. En dan kan je dus gaan lopen rekenen, hoeveel krijgt mijn paard nou binnen en hoeveel zou die moeten hebben. Dus het is enigszins ingewikkeld als mensen hier echt geïnteresseerd in zijn. Je kan me altijd een berichtje sturen en dan zal ik jullie een beetje op gang helpen. Want ik heb dit dus gehad tijdens college. Dus dan weet je al een beetje hoe het moet. Want er zijn een paar dingetjes waar je rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld het droge stofgehalte. Dat is iets, nou ja, dat klinkt voor jullie waarschijnlijk heel vreemd. Maar wat het inhoudt is dat bijvoorbeeld hooi bestaat uit 80% droge stof en 20% water. Of iets meer, 90% droge stof en 10% water. En dat water halen ze natuurlijk helemaal niks uit. Dus dat is voor de voeding is dat vrij irrelevant. Maar volgens mij hoef je niet zo heel veel te werken hoor met het droge stof. Maar goed, enigszins vaag, vergeet het maar weer. Maar in ieder geval, mocht je nou geïnteresseerd zijn van, oh, ik zou dat wel een keertje willen doen, stuur me dan even gewoon een berichtje. En ik zal ook een keertje nog wel wat gewoon op papier zetten. Want uit mijn berekening kwam dus wel dat Beb... Nou, in ieder geval wist ik nou eindelijk hoeveel hooi ze zou moeten. En ik kwam dus uit op 4,5 kilo. En dat was op zich ook wel wat ik in had geschat, hoor. Dat ik dacht tussen de 4 en 5 kilo. Maar ja, je weet niet hoeveel je voert, want je weegt het dus nooit. Dus vandaar dat ik dat weegdingetje bij de Action heb gekocht. En ongeveer klopt het, denk ik wel. Maar verder kwam er bij Beb dus uit dat ze inderdaad te veel calcium binnenkreeg in de voeding. En te veel kalium. En te veel magnesium. Dus dat was wel zoiets van hopelijk komen daar die afwijkende bloeduitslagen van. Want ja, een paard zou het zelf moeten kunnen fixen. Maar Beb is al wat ouder. Dus wie weet is dat gewoon, omdat het ook een hele lange periode te veel was, is dat gewoon helemaal scheef gegaan. Dus dat was in ieder geval iets. Wat er bij Beb ook uitkwam, was dat ze te weinig vitamine E kreeg. En dat is juist voor de spieropbouw heel belangrijk. Dus dat heb ik ook maar even meteen bijbesteld. En dat krijgen ze dan straks ook weer. Maar voor nu heb ik dus daar eigenlijk overal van afgehaald, van alles wat ik bijvoerde. Omdat ik zoiets had van, ik wil dat calcium omlaag krijgen. Dus... En ook het magnesium en ook het kalium trouwens hoor. Ik wil het gewoon allemaal omlaag krijgen. En dan kijken of ik dat resultaat ook in die bloedresultaten zie. Maar die heb ik dus nog steeds niet binnen. En het is zo frustrerend, want ik geef er dus nog steeds niks bij. Omdat ik denk, ja, ik weet het niet. En ze moet eigenlijk meer biks krijgen, want ze krijgt nu te weinig biks. Dus daarom mag ze nou ook iets meer hooi. Maar ja, ik ben aan het wachten. Dus, en ik ben al langs gegaan, maar toen waren ze er niet. Dus het is heel frustrerend allemaal. Dus het schiet lekker niet op. Maar uiteindelijk was het dus best wel handig om een keer gewoon toch alles door te rekenen. Want dan weet ik in ieder geval hoeveel ze moet. En ook dat ze dus te veel krijgt. En bijvoorbeeld ook met wortels. Er zit heel veel kalium in en heel veel vitamine A. Top voor de vitamine A. Maar ze krijgt veel te veel kalium binnen. Dus dat is ook iets dat ik denk, na een beetje rekening mee houden, dat ze toch iets minder wortels krijgt. En dat krijgt ze zomers gelukkig sowieso niet. Maar het zijn gewoon dingetjes. Normaal let je daar niet op. Maar nu door het berekend te hebben, denk ik, ik moet er toch maar wel weer iets beter op gaan letten. En uiteindelijk kom je erachter dat je best wel heel veel goed doet. Maar dat je toch
sommige dingetjes denkt, misschien moet ik het toch even net wat anders doen. Of misschien iets meer in de gaten houden. Of gewoon iets meer afwegen. En uiteindelijk, paarden kunnen heel veel fixen. Maar Beb wordt toch ouder. En dan denk ik toch, laat ik het maar gewoon wel allemaal iets preciezer en iets exacter doen. Vooral als ze straks nog veel ouder wordt. Wat natuurlijk wel weer de bedoeling is. Maar goed, ik hoop dat jullie dit enigszins interessant vonden. Zo niet, sorry. Ik vind het wel heel interessant en leuk om te weten. En het is vooral iets om gewoon een keer over na te denken. Omdat je dat dus nooit doet. Maar goed, ik ga rustig afwachten op mijn bloedresultaten. En als ik die heb, zal ik die met jullie delen. En ik hoop gewoon dat dat helemaal goed is. En dan is eigenlijk het hele verhaal wel klaar van Peppy die ziek was. Maar goed, we gaan het zien.